Welkom bij de bouw van de Titanic van Hachette, deel 46. Ja, ik weet niet wie het is. Ja, het gaat om de kleding. Ja, ja. En onderdelen, gaan we even bekijken. Waar is mijn mes? Stuk dik. En twee zakjes. Hetzelfde ritueel. Dus de vorige David in een klein bankje. Nog een zakje. En twee bootjes. Dan hebben we opzij, dan is het dek plaatsen, plakken. Het is ook denk ik belangrijk dat je het plakgedeelte niet met je vingers aanraakt, zo weinig mogelijk. Ontkom er niet altijd aan, net zoals nu, zoals ik het doe. En dan komen er in principe weer vette vingers op natuurlijk. Hier weer krom, dus ik denk dat ze los gaan zitten. In die gleufjes passen. Ja. Een naadje. Ik heb het nou echt omhoog komen, kan ik altijd nog een beetje dunne secondenlijm onder doen. Deze blijft wel plakken, maar op de duur gaat hij toch weer krom trekken, denk ik. En dan komt hij weer iets los. En daar helpt ook geen houtlijm voor. Dat kan ik je wel vertellen. Dan, nou een nieuwe winch. Kunnen we plaatsen. Je helpt het dek weer een beetje vast, dat het vast komt te zitten. Zo. En het bankje. Kijk of dat past. Zal ik daar eerst gelijk lijm op doen? Ja. Dan moet ik een beetje lijm op doen. De onderkant. Dan gaan we die dingen weer doen. Hier hebben we de bootjes. De bootjes. Dan hebben we allemaal verschillende. Ik zal ze naast elkaar leggen. Ik kan het verschil misschien beter zien. Kijk, hier zitten die gaatjes. Die is voor de uiteinde.
Dat is niet zo moeilijk. Dus die komt. Dan heb je zo'n ding met een uithangetje. Die andere moet ik hebben, denk ik. Ja. Nou. Ja, dat is ook een handige rijden, hè. Op den duur. Hoor ik je, dat is ook wel een beetje te pielen. Zo, gaan we drogen. Dan hebben we er hier nog een met die rare dingen. Dan komen we aan de. Even kijken. De binnenkant. Komt deze. Met dat. Die hoef je haast niet te lijmen. Maar ik doe het wel. Kijk in die andere raakjes ook maar. Zo. Daar komt deze met die pinnetjes. Zo. Nummer 2. Nou, deze zijn niet zo moeilijk. Doe maar zo. Andere kant misschien. Ja. Zijn er nog dikke of dunne pinnetjes? En die andere. Niet echt. Die lijm. Het is plastic, hè? Dus plastic op plastic. Dan moet je plastic lijm hebben. Ik weet niet wat voor plastic het is eigenlijk. Nou, oké. Een dikke en een dunne. Ja, zie je wel. Er zit een dikke en een dun gaatje. Andersom gaat dat niet. Ja, die andere. Zo, laat ik even drogen. Want dan ga ik die bootjes. Hoort wel in de volgende stap, de laatste stap, maar ik kan dit even drogen. Is dan wel niet 100% gedroogd, maar. En dan kunnen die dingen erin. Hier, 1. Waarom dat die niet gelijmd hoeft te worden, weet ik niet. Dat komen we nog wel een keer achter. Als we die bootjes gaan plaatsen, want voorlopig hoeven we die nog niet te plaatsen ook, geloof ik. Ik ken ze wel plaatsen, maar. Want die komen gewoon hier. In die haakjes zitten, zeg maar. Goed. Zo, dit is wel onderhand wel gedroogd, hoop ik. En dan gaan we. Kijk, het dek. Oh, het blijft nou wel zitten. Ja. En hier een beetje. Nou. Die enkele. Die komt hier. Zo. Dan die schuimde met die rechte. Die komt hier. Dan die normale. Nou ja, normale. Dan die hier. Ja. Een beetje eronder. Zo. Nu hoor je ook een beetje knarsen. Dus die zit goed vast. En deze.
We worden natuurlijk wel steeds kwetsbaarder. Omdat die dingen, die zijn niet zo... Die zullen wel een beetje stevig zijn, maar... Maar goed. De bankje zit. Waar te zitten. Ja, dat zit al bijna vast. Nou, wat is het weer voor deze? Deze was sneller dan de vorige. Ik zat eerst te pielen met die David. Even kijken. Gaat de volgende deel. Is het, hoe heet het dek? Dekbeslag. Lounge, de eerste klasse. Dat is dit, die komt hier te zitten. Het wordt ook steeds moeilijker om hem in beeld te krijgen. Maar goed. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.